omdat het zo bijzonder was, dacht ik, ik moet eens een keer wat opschrijven. En dat is dan een soortement gedichtje over touwtrekken. De stamp, erna gespannen kijken, signaal. De spanning stijgt ten top, het touw staat nu voortdurend strak. De opponent, die krijgt nu klop. Gesnuif, gestamp, de poriën staan open, de hakken aangescherpt, de wedstrijd kan gaan lopen. De handen van de scheids, die vallen naar beneden, het touw staat strak en kraakt. Het publiek, dat zegt gebeden. Stabiliseren, wat heen en weer. Kracht en souplesse, er moet meer. De eenheidstrein, die komt op gang. De opponent weerstaat, voor niemand bang. Gekreun, geschuifel en dan weer even stil. Zweten, stomen. Alleen fel achteruit is het enige dat men wil. Leunen, klemmen. Het lijden gaat door. Eén hand de lucht in. Gevaar, gaat de ander nu door? Het merkje schuift langzaam uit het midden nu heen. De bevrijdende fluit zegt nu, dat is trek nummer 1. Sponsen, wat slokken, overleg en de rust. Herstellen zo mogelijk is een echte must. En de touw wordt met power weer opgenomen. Laat die tegenstander maar rustig komen. De hakken diep in oude gaten. Streef naar één ritme met de maten. Sprinten, duursport, samen werk. De groep nu team en supersterk. Het publiek richt de ogen op de ploeg, houdt de adem in en wel genoeg om met de makkers mee te drukken. En als de wensen heel goed lukken, eindigt goed die tweede trek met de tegenstanders op hun bek. Applaus, gelukwensen aan beiden geven aan dit zinloos lijden altijd weer een goede zin. Explosief achteruit, daar zit het echte leven in. Puffen en blazen, het was werken voor de kost. Aan het einde soms wat prijzen, maar wie het laatst lacht, van de most. Van de mooie gericht. Of is er voor de wedstrijd hoor. Dat staat erop. Dat is uniek hoor. Ik kan me niet voorstellen, maar ik kan heel mis hebben hoor. De laatste huldiging is in ieder geval geen poëzie meer voorgedragen bij de TV5. Het enige wat ik kan erop merken. Heel mooi slot, een heel mooie bloem natuurlijk.